Een goede avond. Vandaag, Stekel, gaan we het 10e seizoen in van Topnames. Ja, ongelooflijk, hè? Er waren 99 redenen om te stoppen. Maar toch zijn we gewoon al die jaren doorgegaan. Daan, dit is een verwijzing naar jouw boek. Stekel zit zich in te lezen. waarin jij het verhaal van jou en Peerby vertelt. Ik heb eventjes gekeken. Matthijs van Nieuwkerk doet altijd net alsof hij die boeken heeft gelezen. En die leest dan volgens de vragen van de redacteuren voor. Jij gaat gewoon heel eerlijk. Jij begint gewoon met lezen. Nou, dat is goed. Laat af en toe even weten waar je bent tijdens deze uitzending. Hey, de eerste keer dat je bij ons te gast was, was in 2012. Ja. Dat zie ik op onze website. Een tijd geleden, 7 jaar geleden. Ja. En toen droomde je al van een overstap naar Amerika, volgens de kop van het artikel. Ja. De inleiding zegt, met Peerby verbindt Daan Wedderpol mensen in een wijk door ze elkaar hun spullen uit te laten lenen. Ja. Die samenvatting klopt nog steeds, denk ik. Ja, klopt heel aardig. En toen was het inderdaad helemaal gratis. En die overstap naar Amerika, die hebben we nog gemaakt ook met dat gratis model. Werkte heel goed. Werd ook heel duur natuurlijk, want het was gratis. Ja. Dus voor ons kostte dat alleen maar geld. Maar ja, ja. Hey, je hebt veel lessen geleerd in die periode. Die heb je in dit boek beschreven. Je zegt 99 redenen om te stoppen. Die zijn kennelijk jouw gedachten gepasseerd in die periode. Wat was de beste reden eigenlijk om te stoppen? De eerste reden om te stoppen? Volgens mij zijn er constant als ondernemer momenten waarop je moet beslissen, ga ik nou door of ga ik nou niet door? Daar verwijst het naar mijn eigen beslissingen, maar ook naar überhaupt in het vroege begin, dat je als je gaat ondernemen, dat er volgens mij hele goede redenen zijn om niet door te gaan. Maar dat er ook heel veel ideeën stranden, omdat mensen allerlei misvattingen hebben over waarom je een onderneming niet zou mogen beginnen. Maar ik denk dat het moment waarop ik daarover na moest denken, en dat is gelijk ook een mooie verwijzing dan naar een moment dat veel ondernemers stoppen, was na onze eerste pilot. Dat we het probeerden te testen, dat we hadden ons 9 maanden lang opgesloten, we hadden iets geprogrammeerd, we hadden een lanceringscampagne gedaan met een promotieteam en flyers en groene koffie en weet ik het allemaal. En toen lanceerden we het en toen was het resultaat helemaal niets. Er was niemand die het gebruikte, niemand snapte het, de marketing werkte niet, die app die begreep niemand, er werd niks gedeeld, de doelgroep leek niet te kloppen, dus het was helemaal, ja, niks was gewoon niks klopt eigenlijk. En nog even, want het is wel goed om even te recappen, jij zei het al even heel kort, het was helemaal aan het begin. Ja. Peerby, wat was je oorspronkelijke idee? Wat was... Nou, de eerste werktitel, dat het toch al echt op Peerby begon te lijken, was Buurhuur. Ja, dus dan, ik dacht, mensen kunnen spullen met elkaar delen. En daar moeten ze dan vast wat voor betalen, want anders wil misschien niemand het delen. Dat zei in ieder geval, heel veel mensen zeiden dat. Ja, dat moet om geld zijn, want anders dan wil niemand dat doen. Daarom waren we ook heel blij verrast toen iedereen eigenlijk meteen gratis begon te delen. Dan zijn we eigenlijk waren we zo van ons te boven dat we ook die betaalknop de eerste 5 jaar niet hebben ingebouwd. En toen pas gingen nadenken, ja, wacht even, misschien moeten we toch wel iets gaan verzinnen om dit bedrijf draaiende te houden. Want het kostte bakken met geld. En er kwam niks binnen. Ja. Ja. Ben je aan het lezen of niet? Ja, nee. Ik ben half aan het lezen. Maar goed, dit was je originele eerste idee toen je van start ging. Als je nu terugkijkt, en we gaan natuurlijk niet de 99 dingen doornemen, maar wat zijn nu voor jou in die hele periode? En je bent nog steeds bezig, hè? Dus een start-up mogen we eigenlijk niet meer noemen, want dat kan maar beperkte tijd, toch? Je mag ons nog steeds start-up noemen, binnen de definitie van Steve Blank. Die zegt, een start-up is een entiteit die op zoek is naar een herhaalbaar, schaalbaar businessmodel. We hebben een businessmodel wat we kunnen herhalen en het lijkt erop dat we het kunnen schalen en we zijn de laatste beetjes bewijsmateriaal nu nog aan het verzamelen. Dus je zou kunnen zeggen dat we nog even een paar maanden start-up zijn. Leg dat dan even uit. Laten we daar eventjes beginnen. Want wat heb je nu ontdekt wat je hiervoor niet wist? Wat Peerby ingewikkeld maakt...
Terwijl Peerby is een heel simpel idee. Zo klinkt het ook. Het is een beetje zoals vliegende auto. Je kan het zo uitleggen en dan zegt iedereen, ja, dat snap ik wel. Bij vliegende auto weten we alleen genoeg van auto's om dan te gaan snappen. Ja, dat wordt misschien toch ook nog wel lastig. Hoe gaat het dan wel werken? Bij Peerby klinkt zo simpel dat je ook denkt, ja, hoe moeilijk kan het eigenlijk zijn? Maar wat er moeilijk aan is, is één, dat het is een tweezijdige marktplaats. Dus je hebt twee doelgroepen. Die moet je alle twee iets bieden waar ze blij van worden. En dan moet je daarna kijken hoe je dat aan elkaar knoopt. Dat is al een hele grote uitdaging. Heel veel startups komen daar al niet. Dat hebben we ontdekt, hoe je dat aan elkaar knoopt en mensen dus met elkaar kan laten delen. Vervolgens komt dan de vraag, hoe doe je dat? Hoe doe je dat hyperlokaal? Dus op een hele kleine geografische afdruk. En hoe doe je dat ook nog eens met duizenden spullen? Dus dat is al een soort statistische moeilijkheid. Maar dat is gelukt. Dan moet je kijken, kan ik daar dan ook geld aan verdienen? En dat heeft dan allemaal weer te maken met, kan ik voldoende nieuwe mensen vinden en wat kost me dat dan? Komen die mensen genoeg terug en wat kost dat dan? En wat levert dat dan uiteindelijk op aan inkomsten? En als je dat dan kan balanceren, dan kun je van een geldverslindende motor naar, als het goed is, een geld creërende motor gaan. Of in ieder geval een soort van balans. En tenslotte kun je dat dan schalen, kun je dat zo groot maken dat die balans niet alleen per transactie werkt, maar dat je ook het hele team en alle servers en zo kan betalen. Maar waar zit nu het probleem? Want het eerste stuk hoor, denk ik, ja, dat is software, hè? Want je moet vraag en aanbod. Natuurlijk, je hebt die mensen nodig die iets willen aanbieden en de ander iets willen afnemen. Ja. Maar de software zit in het midden, die brengt die partijen bij elkaar. Jullie hebben bedacht dat je het gratis kan doen en betaald kan doen. Software, zou ik willen zeggen. Ja. Maar het is allemaal software eigenlijk dat we doen. Dus ja, maar wat is dan precies het probleem? Wat is het probleem? Dat er niet genoeg mensen zijn die ergens voor willen betalen, toch? Is dat niet uiteindelijk? Nee, dat is op zich niet het probleem. Nee, het is... wat is het probleem? gaat best wel technisch worden, maar ik wil er best wel diep op ingaan. We willen leren, ja. Nou, dus Steve McClure... Nee, zeg ik dat goed? Ja, McClure van 500 Startups... Die zegt, een werkend businessmodel die heeft acquisitie, activatie, retentie, revenue en referral. Dus je moet een manier hebben dat mensen binnenkomen. Nou, er zit ook een prijs aan. Je moet iets aanbieden waar mensen van denken, hey, dat lost mijn probleem op. Dat is de activatie. Dan heb je retentie nodig. Mensen moeten blijven terugkomen. En dat ze denken, nou, dat is fijn. Nou, zitten in dit stukje al twee uitdagingen. Acquisitie kost bijna altijd op de een of andere manier geld. Dus als je dat via een betaald kanaal gaat doen, dan moet je heel zuinig zijn. Wil je dat met die kleine marges van een product delen kunnen bekostigen. Dus je moet iets heel slims vinden. Dan zou je zeggen, nou, dan ga je viraal. Ik heb een investeerder gehad in Finland. Die zei dat, waarom ga je niet gewoon viraal? Ja, gewoon. Ja, ik ook. Ja. Maar dan heb je dingen die viraal gaan. Die hebben een viraliteitscyclus, zeg maar. Er is een tijd tussen, iemand logt in en dan komt er een volgende gebruiker. Die is bij een product wat je dagelijks gebruikt, gaat die cyclus heel snel. Maar bij een product wat je misschien één keer per kwartaal gebruikt, is je cyclus één keer per kwartaal. Dus Peerby had een soort van viraliteit, maar wel zo'n hele gestaag, zo langzaam. Dus nou ja, dan moet je nog andere dingen erbij vinden. Dan komt retentie. Spullen delen, spullen huren, lenen, dat doe je één keer of één keer in de zoveel tijd. En anders ga je het kopen. Dus retentie is ook iets dat mensen komen niet dagelijks terug, maar één keer per kwartaal. Nou ja, dus je moet heel veel trucs gaan verzinnen om te zorgen dat uiteindelijk dat geld en die energie die je kwijt bent in het terughalen van mensen of het nieuw binnenhalen van mensen, dat opweegt tussen wat je hier binnenhaalt. En dat is een soort weegschaal waar de hele tijd met een soort met een soort klein mesje aan het kijken bent, kan ik er hier nog wat afsnijden? Kan ik dat er hierbij leggen, net zolang tot er iets ontstaat wat in balans is? En maar dat zijn eigenlijk altijd kosten? Het zijn altijd... Uiteindelijk zijn het kosten of inkomsten. Als je het helemaal plat slaat. Ja. Maar in werkelijkheid betekent dat ik ga in mijn software mijn knop zo veranderen dat het makkelijker wordt voor iemand om vaker iets uit te lenen. Of ik ga de manier waarop je spullen kan toevoegen, ga ik zo makkelijk maken dat je meer spullen op het platform hebt, waardoor je vaker iets kan uitlenen. Dat soort dingen ben je dan aan het fine-tunen. Dus
Het is op ieder vlak kijken, hoe kan ik die balans langzaam maar zeker creëren. Maar zeg je daarmee eigenlijk ook van, we hadden die tijd, het is best wel lange tijd hè, van bedrijf, we hadden die tijd ook echt eigenlijk wel nodig, omdat het nieuw is, hiervoor niet op dezelfde manier gedaan en je steeds een klein beetje moet fine-tunen om erachter te komen. Als je nu terugkijkt. Nou ja, als ik helemaal geen referentie had gehad in de wereld, had ik waarschijnlijk gedacht van, wij zijn echt een stelletje prutsers bij elkaar, want wat duurt dit gigantisch lang? Maar als ik dan zie dat er over de hele wereld honderden, misschien wel duizenden start-upjes zijn die dit ook proberen. En dat wij waarschijnlijk het allerverst zijn van al die start-upjes. En dat we iedere keer ook de trucs hebben verzonnen om het weer een stap verder te brengen. En dat ik die wereldwijd gekopieerd heb gezien. Dus er is een soort PRB in Brazilië. Maar dat zijn allemaal kopieën van zeg maar oudere modellen. En zo zie ik in Frankrijk zitten copycats, in Denemarken. Dus we zijn wel iets aan het uitvinden, maar het duurt lang. Ja. Ja, want dat vind ik juist het mooie van wat jullie aan het doen zijn. Jullie waren absoluut ver vooruit in die tijd, want er was niemand. Nee, ja. Sterker nog, je schrijft ook in je boek, ik zat net even het stukje te lezen, dat je eigenlijk een beetje het gênant vond dat jij wereldwijd als een soort goeroe op het gebied van de deeleconomie werd opgevoerd. Dat was toch zo, hè? Ja, ja, ik ben op de gekste plekken geweest. Alle internationale kranten. Je schrijft in je boek van, het was gewoon een probeerseltje. En het werkte ook nog niet aan het begin. Eerste poging werkte niet, ja. Nee, ja, dat was heel gek. Maar dat is wel het leuke aan, als je ergens aan begint wat nog niemand doet. Ja, je hebt geen referentie, want daarom... Ja, precies, dan word je vanzelf de expert. Als je daar maar lang genoeg mee doorgaat, dan word je de expert ook al. Dus we zijn wereldleider en tegelijkertijd zijn we nog helemaal nergens. Dus dat is een hele gekke positie. Hey, maar, ja, en weet je hebt dit wel moeten en kunnen uitvinden. Je hebt investeerders gevonden. Je hebt crowdfunding acties gedaan. Ja. Dus je hebt het ook wel met geld van anderen gedaan. Ja, zeker. Steun is de ene kant, maar tegelijkertijd is dat ook een druk. Hoe moeilijk heb je dat gevonden? Het geld ophalen bij professionele investeerders, dus bij VC's, vond ik eigenlijk viel wel mee. Dat levert wel een druk op, maar ik weet ook, als het dan niet lukt, zij snappen ook dat het onderdeel van hun spel, zeg maar. Ja. Maar ik ben die crowdfunding ben ik eigenlijk pas gaan ophalen nadat ik bij mezelf heel diep gegraven heb en heb gekeken. Geloof ik er nu in dat dit een goede investering is? Want als ik het niet geloof, dan wil ik dat niemand gaat investeren. Dus op het moment dat we die crowdfunding deden, was ik ervan overtuigd, nu hebben we het gevonden. Dit is het, we hebben het nu al. En nu hoeven we er alleen nog maar geld in te stoppen om het verder te laten groeien. En daar heb ik me achteraf gezien dus echt in vergist. Dat bleek niet zo te zijn. Je beschrijft die cyclus in dat boek, in je boek ook wel heel mooi. Dat geloofde je misschien op dat moment. Maar een jaar later lag je weer wakker. En dacht je van kut. Ik kan die mensen niet teleurstellen. Had je veel meer met die crowdfunders dan met die investeerders. Daar lag je echt wakker van, of niet? Toen het punt weer kwam van, misschien moeten wij eigenlijk wel stoppen. Ja. Want dit slaat nergens op. Ja, ik denk dat op een bepaalde manier de crowdfunding het grootste psychologische blok aan mijn been is geweest. Maar ook misschien wel de grootste motivatie. Niet de grootste motivatie, maar wel een hele grote motivatie om door te gaan. Omdat ik dacht, dit is spaargeld van mensen. Ja. Als ik er nu mee kap, dan heb ik mensen hun spaargeld gewoon kwijtgemaakt. Dat was een zorg. Ik denk wel dat ik gelukkig uiteindelijk ook een hele sterke drijfveer had die veel meer intrinsiek is. Niet een soort van angst van, dan heb ik iets verkeerd gedaan. Maar ook dat ik op een gegeven moment me realiseerde, ik vind dit zo belangrijk dat dit er kan komen als ik doorga, dat ik ook door moet gaan of wil gaan. En waarom is het zo belangrijk dat PRB er is? Als je kijkt naar de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander, dan is 38% bestaat uit spullen. Dat is meer dan vliegen en vlees eten bij elkaar. Dat hoor je niet zo vaak, maar die spullen zijn echt... Meestal gaat het over die andere dingen. Ja, meestal gaat het over die andere dingen. Maar het zijn echt die spullen. Als je dat uitdrukt in CO2-equivalenten, zoals dat dan heet.
Dat kan veel slimmer, want de meeste spullen die we hebben, die gebruiken we eigenlijk bijna niet. Nee. Dus bijvoorbeeld een boormachine, als je die zou delen, dan kun je van één boor per persoon kun je naar één boor naar 32 personen of huishoudens. Dus dan kun je in theorie zou je die hele impact door 32 kunnen delen. Het sommetje zal niet exact uitkomen. Maar dan heb je dus eigenlijk een gigantisch, het allergrootste gedeelte van onze impact als consument breng je in één keer terug tot een veel kleiner iets. Dat is een gigantische uitvinding als dat lukt. Als we dat dus echt heel veel producten onderdeel kunnen maken. Je had het over de marktplaats waar je zeg maar aan twee kanten het probleem hebt. Maar de business waarvoor jij gekozen hebt, heeft ook aan twee kanten het probleem. De ene kant is eigenlijk zeg maar het wereldverbeterende. Hè, zeg maar, waarvan je zegt, de wereld, dit moet gewoon zo. Want en tegelijkertijd moet je geld verdienen. Ja. Heb je daar wel eens van gedacht, had ik hier deze route wel moeten gaan met investeerders? Met, ja, en dat kun je zeker afvragen. En dat heb ik me ook wel afgevraagd. Is dit nou... Het is heel gek, hè? Visie, kapitaal. Het is een beetje alsof je zegt... Dit schrijf ik ook in mijn boek. Ik ga proberen honger de wereld uit te werken. Ik investeer 1 keer 1 miljoen. Ga ik er in een jaar mijn best doen. Als het dan niet is gelukt, trekken we stekker eruit. En dan, ja, jammer. Zo moet je eigenlijk dingen die belangrijk zijn in de wereld niet aanpakken. Dus ik ben wel steeds verder gaan relativeren dat hele idee van de start-up in Silicon Valley en daar gaan we de wereld mooier mee maken. Ik weet het niet of dit nou de allerbeste manier is. Ik denk dat er best wel dingen uit kunnen komen die de wereld een beetje mooier maken. Maar dat zijn allemaal dingen die een heel sterk businessmodel hebben en die in een hele korte tijd tot succes kunnen leiden. Ja, maar wat mij nog veel meer trof in wat je op het einde van je boek ook opschrijft, is dat je zegt, ja, je moet geld verdienen, want dat is nou eenmaal de consequentie van een bedrijf beginnen, investeerders aan boord, noem maar op. En dat doe je met een idealistisch, wil je doen met een idealistisch uitgangspunt, wat wezenlijk eigenlijk omgekeerd is dan de economische werkelijkheid van alle dag. Ja. Dus je schrijft van, ja... Ik heb moeite met het feit dat dus verspillen niet economisch gestraft wordt en dat de waardering eigenlijk van delen, van dingen samen doen, niet uitgedrukt kan worden in geld. Dat wil je bereiken en daardoor moet je mee in het systeem, maar dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Nee, dus we zijn eigenlijk... Ik zie het steeds meer als een soort hacken. We zijn eigenlijk op zoek naar een soort van loophole ergens in het systeem, waardoor we iets wat helemaal niet zou moeten kunnen, toch mogelijk aan het maken zijn. Want er eigenlijk, je zou kunnen zeggen, er is eigenlijk geen businessmodel voor minder consumeren. Er zijn alleen maar businessmodellen voor meer consumeren. En toch proberen wij dat zo te hacken, zo ergens te... Want dan eigenlijk zeg je, je moet niet allemaal een boormachine hebben. En dat wil je oplossen door mensen die er wel een hebben te belonen, doordat ze er geld mee kunnen verdienen. Ja, wil ik ze belonen? Dat is interessant. Wil ik mensen met een boormachine belonen? Nou, wat ik graag wil, is mensen met een boormachine een prikkel geven, waardoor ze gaan nadenken over, wat voor boormachine koop ik nou eigenlijk? Ja, maar volgens mij voelde jij je veel meer op je gemak bij het gratis aan elkaar lenen. Want dan denk je op een gegeven moment wel, ja, waarom zou ik er een kopen? Kan ik toch ook lenen van de buurman? Ja. Ja, dat vind ik een enorm leuk model, maar daar zie ik ook in het huidige economische systeem wel de grenzen aan wat we met Peerby dan kunnen bereiken. Omdat je geld moet verdienen. Ja, omdat we willen heel graag meer mensen meekrijgen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan fabrikanten. Als een fabrikant van een boormachine uiteindelijk voor het maken van een boormachine die heel lang meegaat, veel meer geld kan krijgen dan voor die boormachine die voor één consument geschikt is. Dan heeft hij een businessmodel en een reden om te zeggen, dan ga ik mee in de circulaire economie. Ja. Ja. Dus ik zie mezelf dan toch een beetje als een soort, Robin Hood gaat te ver, maar misschien iemand die aan het kijken is, hoe kan ik van binnenuit het systeem gebruiken om het dan toch ook het systeem eigenlijk te veranderen. En het voor iedereen interessant te maken om mee te doen met een ander model. Ja, dat is toch een soort hekken, zo zie ik het maar. Ja. Ja, wij 2 jaar geleden, denk ik al, hadden wij Swapfiets aan tafel. En vaak ben ik
heel eerlijk gezegd, een klein beetje cynisch bij de wereldverbeterende start-ups. Ja. Of misschien wel een groot beetje cynisch. Ja. Maar voor mij was dat best wel een soort van eye-opener. Want hij zei toen, ja, maar wij hebben hetzelfde, in ons geval, ons idee, ja, wij hetzelfde belang als de gebruiker. Dat is namelijk, ja, een duurzame fiets die niet stuk gaat. Niet kapot, ja, gaat. Weet, ja, je wel, met, ja, dus met een goede ketting, met een lampje wat het blijft doen, met een... En dat was voor mij best wel een eye-opener. Ik dacht, ja, van, ja, dat zit... Dat is de circulaire economie. Dat, ja, is de fabriek... Nu staan de consument en de fabrikant eigenlijk zo tegenover elkaar. Ja, en daar, hij zei, het businessmodel, ja, van de fietsenmaker is een slechte fiets. Want die, ja, kan die zo vaak mogelijk repareren. Het businessmodel, ja, van de fabrikant is ook een slechte fiets. Ja. Wij hebben een goede fiets. Ja, precies. Nou ja, dit geldt voor alle producten die we hebben. Alles wordt ontworpen om die cyclus te hebben. Zie je het op andere terreinen ook al wel gebeuren, of niet? Want je zegt van, natuurlijk wil jij graag dat jij dat gesprek aangaat met die boorfabrikant. Maar zie jij het op meer plekken? Zijn er andere swapfietsen? Ik zat... dat is een goede vraag. Ik ben heel benieuwd hoe die deelauto's die je in de stad ziet... of dat nu fabrikanten er al toe aanzet om auto's te maken die langer meegaan. Mm-hmm. Ik weet niet of dat zo is. Ik bedacht me wel dat de Van Moven met zijn abonnement nu... die moeten bijna wel naar een abonnement toe als ze echt een fiets willen maken die hufterproof is en die niet meer gestolen wordt. Eigenlijk is diefstal ook een businessmodel van de fietsenmaker en van de fietsfabrikant. Ja. Dus... Ja, ik denk wel dat er langzaam maar zeker hier en daar soort van veranderingen komen in dat verdienmodel. En dat we toegaan naar, ja, naar modellen waarbij het belang van de consument en de fabrikant beter op één lijn zitten. Ik hoop dat wij het mede mogelijk kunnen gaan maken. We zien nu al in pilots dat een fabrikant bij ons meer kan verdienen als hij een goed product maakt aan dat product dan wanneer hij het zou verkopen. En dat willen we nog veel groter gaan maken en die echt meekrijgen. Als je nu kijkt naar jullie businessmodel en hoe je bedrijf nu runt. Wat je eerder aangaf, kwam me heel erg over als een klein beetje sleutelen. Een klein beetje aan deze knop draaien, een klein beetje aan die knop draaien. Mm-hmm. Zit er echt fundamenteel andere elementen in? Wat je nu maakt dat jij denkt dat jullie nu bijna... de code gekraakt hebben? Er zitten dingen in die fundamenteel anders zijn. En toch denk ik, als je er naar kijkt van buitenaf... dat je denkt, dat is eigenlijk nog bijna hetzelfde. Maar er zitten, het is fundamenteel anders. Dus ons belangrijkste kanaal om mensen te vinden is nu anders. De matching die we doen is anders. Er zitten subtiele, maar toch ook hele stevige veranderingen... in hoe we mensen bij elkaar brengen. En hoe ze dan vervolgens met elkaar in contact kunnen komen. Dat hebben we allemaal uit moeten vinden. En dat zie ik zie nu dat de omzet ieder kwartaal aan het verdubbelen is. Dat is wel radicaal anders dan in het verleden. En dat is denk ik ook het sterkste signaal. Uiteindelijk moet je ergens gaan kijken, heb ik nou iets gecreëerd wat kan werken? En dan kom je... Is er een cultuur? Ik dacht even een vraag van Twitter. Jochem Kolen zit mee te kijken, die vraagt... of jij er wel eens bang voor bent dat het met Peer weer dezelfde kant op gaat als Marktplaats. En dan bedoelt hij van een sympathiek handelsplatform naar een platform dat misbruikt wordt door bedrijven. Die ziet bij jou ook wel steeds meer, op Peer weer steeds meer commerciële partijen hun dingen aanbieden. Dat zie ik eigenlijk nog steeds maar heel weinig. En op een bepaalde manier is dat ook een signaal dat we kennelijk nog niet interessant genoeg zijn. Dus ben ik daar bang voor. Ja, ik vind het wel het allerleukst als wij echt mensen bij elkaar brengen. Dan is iemand die gewoon professioneel verhuurt en een consument is niet het meest romantische beeld, zou ik maar zeggen. Maar het is een beetje het Airbnb-probleem, zeg maar. Ja, ja. Of probleem, of hoe je het wil zien. Ja. Maar in eerste instantie de plek waar je bij iemand anders in huis ging. Ja. En omdat de groep zo groot werd... commerciële partijen hun huizen gingen aanbieden via Airbnb. Ja, en wat ik hoop is dat wij... Nee, wat ik wil is dat wij trouw kunnen blijven aan onze missie. Dus we hebben gezegd, we willen dat ieder product onderdeel wordt van een circulaire economie. Dat betekent niet per se geen commerciële aanbieders. Maar dat betekent wel dat als je voorbij gaat aan je missie... en ik denk dat Airbnb daar ver voorbij is gegaan... Het verhaal was, wij willen mensen een echt gevoel van thuis geven. En je gaat echt bij iemand in iemand anders zijn huis. Nou ja, dat zijn nu gewoon verhuurappartementjes van illegale verhuurders... waar de helft van de tijd terechtkomt, volgens mij.
dat is niet meer het delen van overcapaciteit. Dat is gewoon iemand die vastgoed koopt en dat fulltime verhuurt. Ja. Dus dan los je niks meer op, volgens mij. Dan zit er niks meer in dat overcapaciteit beschikbaar maken. Ik wil dat alles wat er op platform gebeurt nog steeds klopt met die missie van die overcapaciteit en die verspilling verminderen. Ja, waar ligt dan de grens? Want het lijkt mij een ontzettend fragiele balans tussen de gewone marktplaats en een platform wat jij beschrijft wat een idealistisch uitgangspunt heeft. En ik zat net even in te tikken, omdat ik dat de vorige keer volgens mij ook gedaan. Dan zeg ik, nou, ik heb een kettingzaag nodig bij mij. Dat zijn dingen die ik gebruik. Ja. Nou, dan moet ik zeggen, fantastisch veel aanbod binnen een straal van 10 kilometer. Maar het zijn wel prijzen geworden. Ja. Weet je, 7 jaar geleden was het een deelplatform. De kettingzaag van Ruben, 3,6 kilometer bij mij vandaan, kost gewoon €40 voor een 40, dag. 40, ja. Ja, bij Bols huur ik hem goedkoper, denk ik. Ja, nou, dan moet Ruben, denk ik, eens naar zijn prijzen gaan kijken. Ja. Nee, maar weet je, dan kijk je toch naar, weet je, de uitstraling van zo'n platform. Het lijkt me toch een risico dat je, weet je, gewoon een platform wordt waar mensen wat bij kunnen verdienen. Ja. En dat is een heel ander uitgangspunt dan het delen. Ja en nee. Ik snap dat het allerleukste delen is eigenlijk gewoon delen om niet met je buurman, omdat er wederkerigheid is. De ene keer leen ik iets van jou en de andere keer leen ik iets, jij iets van mij. Wat er alleen binnen onze missie gebeurt, is dat we willen het duurzaam maken. En duurzaam maken betekent ook dat als jij een populair product hebt, jouw kettingzaag wordt iedere dag uitgeleend. Dan moet op een gegeven moment die kettingzaag... Ja, moet je, slijt. Die slijt. Ja. Dat, op een gegeven moment is het afgelopen met die kettingzaag. Wat we zagen bij dat gratis leenmodel is dat het daardoor ook niet echt vaart kreeg. Het bleef toch... Je bleef eigenlijk, als je veel deelde, was je uiteindelijk de benadeelde partij. Want je spullen gingen langzaam maar zeker... ze gingen stuk. Dus wat we graag willen is dat het op zijn minst... dat er een balans is of dat je positief uitkomt als je veel deelt. En, want daarmee wordt het duurzaam om te delen. Dus wordt het ook als eigenaar interessant om te delen. En kunnen we de fabrikanten er ook bij betrekken en zeggen... je kan deelbare producten maken, want dat heeft zin. Ja, op een bepaalde manier baal ik er natuurlijk van dat onze economie zo in elkaar zit. Het mooiste zou het zijn als de sociale waarde en de ecologische waarde... Die gecreëerd wordt op het platform, dat wij daar de servers van kunnen draaien, dat mensen daar hun nieuwe spullen van kunnen aanschaffen. Dus dat die waarde die gecreëerd wordt, ook waarde krijgt in de economie. TruePrice heeft een onderzoek gedaan naar de waarde van het sociaal kapitaal dat gegenereerd wordt op ons platform. Dat loopt in de miljoenen euro's per jaar. Dus eigenlijk zijn we gewoon heel hard winstgevend in sociaal kapitaal. Alleen als ik daarmee bij Amazon aankom, kan ik hier mijn rekening mee betalen? Dat weet ik niet. Dat werkt niet, dus ja. Hey, en raakte mij het meeste in de epiloog van je boek. Maar dat is eigenlijk een aanklacht tegen het economisch systeem en het wat daarin wel of niet gewaardeerd wordt. Is dat voor jou het belangrijkste? Is dat voor jou de allerbelangrijkste observatie van 7 jaar PUB? Ja. Dat je denkt van ja, dat ben ik toch gewoon, weet je, ik niet blij mee dat al dat soort waarden. Ik noemde toen het voorbeeld, toen we net voor zaten te praten, dat ik gisteren naar de vuilstort ging. En eigenlijk toen ik erover nadacht, heel bijzonder vond dat als ik allemaal werkende apparaten daar weg zouden mieten, dat ik dan daar niks voor hoef te betalen. Ja. Dat is pure verspilling, zou ik bestraft moeten worden. Ja. Dat soort dingen bedoel je, hè? Dat soort dingen bedoel ik. De waarde werkt verkeerd om. De waarde, we hebben allerlei prikkels gecreëerd waarbij het aantrekkelijker is om allerlei dingen niet te doen die beter zijn voor ons als maatschappij, als mensheid. En we hebben ook allerlei prikkels gecreëerd die maken dat we de uiterste opzoeken met allerlei dingen die we eigenlijk niet zouden moeten doen. En dan bedoel je, het is goedkoper om te verspillen? Ja, het is goedkoper. Het is goedkoper om weg te gooien, het is goedkoper om... daar aan mee te doen, dan te repareren. Ja, te repareren, te recyclen, te onderhouden, dat soort dingen. Dat is maar één van de vele dingen. Dus als ondernemer heb ik als het ware alle economische krachten aan mij voelen trekken. En merk ik, van, wacht eens even,
dat hele mooie Silicon Valley praatje van ik heb een ideaal. En dat kan gewoon gaan werken omdat dat een mooi ideaal is. Zo werkt het niet. Je moet het uiteindelijk in een soort van economisch hokje zien te passen. Zelfs als het er eigenlijk niet in past. En dan gaat het misschien vliegen. Ja, maar Daan, je bent wel het spelletje gaan spelen. Je bent wel het spelletje gaan spelen van geld ophalen bij investeerders. Ja. Je weet dat investeerders alleen maar niet in je geïnteresseerd. Natuurlijk, ze houden van je goede verhaal. En dat kan jij vertellen. Weet je wel, maar uiteindelijk doen ze het om het groot geld te gaan verdienen. En dat heb jij ze voorgeschoteld. Veel investeerders wel. Ook heel veel niet. Maar daarvoor ga je er. Ja. Dus ik wil even één dingetje namelijk even. Je hebt het misschien zelf zien langskomen, weet ik niet zeker. Ik heb het voor je opgenomen, als je het wel hebt zien langskomen. Bram Kanstein op Twitter vorige week, hij werd nogal fel namelijk op jou, op het verschijnen van je boek. Bram is hier ook wel eens te gast geweest. Destijds werkte hij een tijdje voor Product Hunt gewerkt. Is altijd veel met startups bezig geweest. Hij zei, naar aanleiding van het artikel in het Financieel Dagblad, hoe meer ik erover nadenk, hoe erger ik dit PR-offensief aan de hand van zijn boek vind. Zoveel geld ophalen, ook voor particulieren, met een mooi verhaal. Geen kans op goede business. En dan wijzen naar de investeringscultuur van Silicon Valley als het uitkomt. Ondertussen wel te zien en te boeken als spreker over ondernemers, start-up, deeleconomie, et cetera. Voor 4 miljoen iets opzetten en ondertussen je eigen merk lanceren. Dat klinkt wel nice. Misschien moeten we het hier eens over hebben. Nou, het laatste stuk misschien gaat een beetje ver. Maar je bent wel zelf het spelletje gaan spelen van Silicon Valley. Dus je kan Silicon Valley niet kwalijk nemen. Toch? Je moet het jezelf kwalijk nemen. Ik ben er heel naïef ingestapt. Dus ik ben in het verhaal gestapt met het idee van dit is inderdaad een te gekke manier om de wereld te verbeteren. Want dat is toch het verhaal en dat geloofde ik ook 8 jaar geleden. Van als je haalt geld op, dan heb je een fantastisch idee en dat werkt dan. Dat hele model werkt van venture capital en echt iets beters gaan doen. Maar zo werkt het dus niet. Het werkt als je, wat ik net al zei, als je een heel sterk extractief model hebt, dan werkt het zo. Maar heel veel dingen waar de wereld echt beter van wordt, die hebben helemaal niet zo'n extractie. Die kosten geld. Dus ik ben wel van een koude kermis teruggekomen in die zin. Dat initiële idee, dat je op die manier echt iets goeds kan doen. Het is moeilijk hoor, het is echt moeilijk. En je ziet dat de bedrijven die in het begin zo sympathiek en zo leuk leken, die heel groot zijn gegroeid, dat die toch helemaal niet zo sympathiek allemaal, zijn. Maar dat is het raar, want ik haal dat een beetje als rode draad uit jouw boek, dat precies wat je nu zegt, hè, van je begint, althans in jouw geval, en dat geloof ik ook omdat je hier zat destijds, want je was een idealist, dat ben je denk ik nog steeds. Ja. Maar je loopt natuurlijk keihard met je kop tegen de economische wetmatigheden aan. Ja, ja. Is dat de rode draad in dat avontuur van jou? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, en dan natuurlijk krijg je dan nog steeds het verwijt van hallo, je speelt het spelletje natuurlijk nog steeds. Want je zei net ook, we groeien nu elk kwartaal 100% en je hebt nieuwe investeerders. Ik spreek nog steeds de taal die ze willen horen. Een overname en weet je, volgens mij gaat het nu hartstikke goed en dan ga je hard richting de exit. Ja, dat weet ik niet. Het kan, we zijn nog steeds niet break-even, dus wat dat betreft moet ik kijken of we dat gaan redden. En het ziet er goed uit, maar dat weet ik nog niet. Ik denk dat dus ik doe mee inderdaad aan het economische spel en dat schrijf ik ook ergens in het boek. Ik denk niet dat je door je te isoleren uiteindelijk dat kan veranderen. Door te zeggen, ik doe er helemaal niet meer aan mee. Ik ga een heel ander spelletje spelen. En daarmee ga ik dan die verbetering wel tot stand brengen. Want dat zie ik ook wel veel, dat er ondernemers zijn die zeggen, ik ga het helemaal anders doen. Maar dan maak je het jezelf nog moeilijker. Want wij zijn al op heel veel fronten, moeten we het wiel uitvinden. Maar dan moet ik ook nog gaan kijken, maar hoe doe je dat dan eigenlijk zonder geld? En hoe doe je dat dan eigenlijk in totaal andere samenstellingen? Dan gaan we er geen bedrijf meer van maken, dan maken we er een coöperatief van. Hoe doe je dat dan? Dus ik vind
dat je als idealist krijg je wel eens voor je oren dat je niet nog idealistischer bent. Ja. Van ja, je doet dit wel, maar dan doe je al het andere nog niet. Ja. En je vliegt wel. Precies. En je gaat wel met het vliegtuig. Ja, dat klopt allemaal. Dat is zo. En ik ben absoluut geen heilig boontje. Ik zou zeggen, kom het eens proberen. Om het allemaal innovatief en nieuw en anders te doen. Ja, het is... De conclusie dat je heel veel dingen bent tegengekomen en jezelf heel veel deze vragen hebt gesteld. Want ik lees heel veel in je boek momenten, nou die 99 momenten dat je denkt, ja, ik kap er gewoon mee. Dit werkt gewoon niet. Of ik wil het ook niet. Ja, ja. Of ik voel me schuldig. Ja. Of hoe moet het dan met die crowdfunders en mijn personeel? Het is mislukt. Ik lees mislukt, heel veel zelftwijfel. Vind ik mooi, maar je hebt uiteindelijk steeds weer besloten, ja, ik ga er toch mee door. Ja. En wat is dan de allerbelangrijkste les die je uit dit avontuur leert tot nu toe? De allerbelangrijkste les? Volgens mij dat als wij echt willen dat de wereld verandert, dat we opnieuw moeten kijken naar hoe wij waarde definiëren. Wat ik interessant vind, en ik hoorde dat laatst in een podcast aan Silicon Valley, is dat aan alles mag geïnnoveerd worden, maar wel via het kapitalisme. En misschien moeten we ons afvragen of we niet toe zijn aan een wat beter, een nieuw economisch systeem ook. Moeten we daar eens innoveren? En zit daar misschien wel meer potentieel om de wereld te verbeteren dan om met heel veel venture capital binnen uiteindelijk dezelfde prikkels te proberen iets te veranderen. Dat zoiets, ja. Ja, weet je... Het vraagt om een einde, maar... Nee, daarom. Dit is een logisch einde. En normaal gesproken... Kijk, we hebben geen tweede gast vanavond. Dus daarom zijn we nu al 10 minuten langer aan het praten dan we normaal gesproken doen. Dus wij moeten gewoon onszelf dwingen om te stoppen. Maar we kunnen hier nog heel lang over doppen. En dat is alleen maar een goed teken, Daan. Ja. Dus, dan doen we gewoon na de eindlieden praten. Ja, dan praten wij gewoon door. En dan horen jullie meer van ons. Nee, laat even één keertje het boek zien voor wie. Ja. 99 reden om te stoppen. En toch door te gaan. En weet je, daar begint het wat mij betreft namelijk al mee. Kijk, iets beginnen, dat kan iedereen. Maar doorzetten. En dat is nou precies waar wij dat 10e jaar zijn begonnen, Steek. Gefeliciteerd. Maar daarom kunnen we wel iemand die 8 jaar geleden... De vervolgverhalen vinden wij zelf heel leuk. Hey, bedankt voor het kijken. Blijf dat ook absoluut doen. Even kijken, want dan moet ik ook weer weten of ik alle sponsors nog wel weet. Hebben wij nog sponsor? Ja. Bier & Co. Die gaat niet over Heineken. Hoe winstgevend zijn wij eigenlijk? Want dat hou jij bij. Niet? Nee, er moet geld bij. Oh, maar dat klopt dat model ook niet. Jawel, we hebben geen investeerders aan het begin gehad. Dat maakt wel uit. Oké, dat maakt slim. Dat was een hele slimme zet. Dat maakt echt wel uit, hoor. Het is goed, maar goed. Nee, straks kost weer geld in Mike en Linde. Ach man, begin er niet over. Bier & Co. Voor de biertjes. Volgende keer hebben we gewoon weer bier uit het eigen assortiment van Bier & Co. PQR voor de hosting van de website. Streamzilla. Nee, Jetstream. Sorry, Jetstream uit Groningen. Als zo lang Streamzilla heb gezegd, dan blijft het op mijn leeftijd moeilijk. Maar... Die verzorgt de livestreaming. En dan hebben we natuurlijk Freedom Lab, waar we alweer een paar jaar te gast zijn en waar we in deze fantastische ruimte dit programma mogen op. Ja, en dat doen we iedere week weer voorlopig. Dus blijft kijken en kijk je om die mand, dan weet je dat je... Ik heb net gekeken, we hebben 3 keer een uitzending eerder met je gemaakt, Daan. Dus als mensen het verhaal in de tijd willen volgen, dan kunnen ze nu nog eventjes door gaan zoeken in onze archieven. Dankjewel. Dag.